Dit jaar konden we ons 200-jarig bestaan vieren, dus we zijn al een tijdje in de markt, laten we het zo zeggen. Wij brouwen dus eigenlijk een vrij uniek bier, dat is namelijk lambiek. We kunnen niet naar China of naar Amerika gaan, we moeten hier effectief in deze streek blijven omwille van die wilde gisten die hier aanwezig zijn in de lucht. En die hebben wij nodig voor onze lambiek te kunnen maken. Dat maakt dat er altijd een extra dimensie is. Met je product gaat eigenlijk een heel cultuur achter u ook staan, want het bierbrouwen in België is eigenlijk historisch erfgoed ook uiteindelijk. Wij zetten in op duurzaamheid. Dus in de oude site brouwen wij een heel oud bier, een lambiek. En daar gebruiken wij eigenlijk wel de laatste nieuwe technologie. We zijn een gangmaker. Het bewijs daarvan is onze nieuwe site in Ruisbroek, op 8 kilometer van de bestaande site, dat we eigenlijk gebouwd hebben voor de verdere expansie voor de komende 10 à 20 jaar te kunnen bolwerken. Pak je bottlenecks aan en op die manier kun je stap voor stap eigenlijk groeien. Wat het voor ons het leven gemakkelijker zou maken, is dat we een soort ombudsdienst zou zijn of een aanspreekpunt voor bedrijven. Alles zou eigenlijk iets vlotter kunnen of mogen verlopen op vlak van vergunningen, uitbreidingen. Er komt nu een heel wat administratie bij kijken. En dat maakt het allemaal heel complex en vooral tijdsrovend. Wij vonken omdat wij eigenlijk toch wel in heel uitdagende tijden, waar we nu in zitten, toch durven groeien. Durven investeren. En ook omdat we altijd wel in de overtuiging geleefd hebben dat we nog heel veel toekomst hebben met ons product.